Ik werk bij een koffie- en theewinkel. Heel veel kunstenaars moeten wel een bijbaantje erbij hebben. Maar Hilke Walraven droomt er eigenlijk van om haar eigen brood te kunnen verdienen met het maken van kunst. Ik denk dat het best wel ook lastig is voor veel jonge kunstenaars, omdat in het algemeen de atelierruimtes heel erg duur zijn. En als beginnend kunstenaar dan heb je nog bijna geen geld. Vroeger werd er heel veel gekraakt ook. En dat mag nu niet meer. Als kunstenaar kreeg je heel makkelijk een beurs. Dus kreeg je elke maand geld en dan hoefde je één werk in te leveren. En dat is nu allemaal niet meer. Dus ik denk dat heel veel kunstenaars veel meer aan het struggelen zijn met hoe ga ik dit allemaal doen. In plaats van dat je de ruimte hebt om allemaal gekke dingen te doen. Moeilijk dus om jezelf zonder ander inkomen drijvende te houden. Maar niet alleen het financiële aspect is met de jaren veranderd. Heel veel kunstenaars gaan naar Den Haag of naar Rotterdam. Daar zijn heel veel nieuwe plekken, is het nog niet zo duur voor kunstenaars. Sommige organisaties die regelen dat beter voor kunstenaars, dat ze beter betaald krijgen. En ja. Dus dat is, daar leeft het gewoon heel erg. Als ik erover nadenk, dan denk ik, oh, dat lijkt me geweldig om in zo'n tijdsbeeld te leven waar zoveel gekke dingen gebeuren. En mensen kwamen in opstand, er veranderde heel veel. En ik denk dat dat ook een heel groot verschil is in de mentaliteit van de kunstenaars. Toch blijft Hilke het positief zien. Er zijn gewoon superveel kunstenaars, dus dat is heel erg leuk. En je hebt gewoon een hele grote variëteit aan mensen. Maar ik denk ook wel dat heel veel mensen, kunstenaars, samen gaan werken en samen oplossingen bedenken om wel bezig te kunnen blijven.